Het nieuws van zaterdag 6 september. Het weer is goed, de sfeer is goed. De Airborne wandeltocht beleeft een topjaar. Ruim 30.000 wandelaars deden er mee aan en de omstandigheden waren ideaal voor de 62e Airborne wandeltocht. In psychiatrische instelling De Gelderse Roos in Wolfheze heeft vanochtend een brand gewoed. De bewoners zijn geëvacueerd en het gaat even duren voor ze terug mogen. Ze hebben er lang op moeten wachten, maar sinds vandaag kunnen de spelers van Vierhouten 82 weer voetballen op hun eigen veld. Dag dames en heren, goedenavond. Ruim 30.000 mensen hebben vandaag meegelopen met de Airborne Wandeltocht. Het grootste eendaagse wandelevenement ter wereld. In Oosterbeek staat verslaggever Jacques Verhagen. Jacques, hoe is deze dag verlopen? Nou, de stemming was vandaag weer op het best. Het terrein die achterloopt alweer een beetje leeg. Maar eigenlijk is het bij loopevenementen altijd een hele goede sfeer. Het bier vloeit rijkelijk na afloop. En de afgelopen uren heerste hier dan ook een carnavalstemming. Loopt nu een beetje leeg, maar het evenement zit er dan ook op. Ruim 30.000 mensen deden weer mee. Net zoveel als vorig jaar. Wat de organisatie wel opvalt, is dat er minder militairen meedoen. Dit jaar zo'n 1500. Daarentegen doen er wel steeds meer groepen mee. Bijvoorbeeld van sportscholen die zich inschrijven. En families die in steeds grotere getalen gezamenlijk gaan meelopen. Nou, de eerste lopers begonnen vandaag om 7:30 in de regen. Ze mochten tot enkele minuten geleden binnenkomen, dus tot 6:00. En de stemming was vandaag, ja, mede natuurlijk door het prachtige weer, was vandaag opperbest. Houding. Voorwaarts. Mars. In het land van Suriname. Olalie, olalie, daar zat de wandluis voor de ramen. Olalie, olalie, waar is die wandluis nou gebleven? Olalie, olalie, is met de zeikstroom meegedreven. Olalie, olalie. Goed zo. Ja, Jacques, het is een tocht waar heel veel wandelaars op afkomen, maar het is niet zomaar een wandeltocht, hè? Nee, dat is het zeker niet. Het is eigenlijk opgezet als eerbetoon aan de omgekomen ruim 1700 Poolse en militairen tijdens de slag om Arnhem. En de opbrengst van deze wandeltocht is bedoeld voor een goed doel. Om de nabestaanden van die militairen financieel bij te staan om hier naartoe te komen naar de herdenkingsplaatsen. Nou, wat de organisatie opvalt is dat er steeds meer deelnemers lopen voor een goed doel. En zo was er dit jaar een groep die loopt voor de militairen in Afghanistan. Deze mensen hebben allemaal een zoon of een dochter die elders in de wereld bij een vredesmacht zijn ondergebracht. Geef ze een geweldig applaus. De ouders van militairen kregen de handen op elkaar bij het publiek van de Airborne-tocht. Het idee voor de deelname ontstond een maand geleden op de Hive-site, waar ouders van militairen met elkaar contact houden. Een positief geluid wilden ze sturen naar hun kanjers die ver van huis en haard hun mannetje staan. Mijn zoon zit wel in het leger al 2 jaar, maar is nog niet in Oeruzgan geweest. Dat gaat wel waarschijnlijk eind van het jaar gebeuren. En hoe is dat voor u? Ik vind het moeilijk, absoluut. Ik sta wel achter hem omdat het zijn keuze is. Maar als vader zeg je toch, ja, je hebt gezien wat er kan gebeuren. En dan ben je daar toch wel een beetje bang voor, zeg maar. Een aangrijpend moment voor de ouders is het bezoek aan de militaire begraafplaats, waar ze bij het monument voor gesneuvelde militairen een roos leggen. Als u hier nou zo die bloem neerlegt, wat denkt u dan aan? Aan de overleden jongens en meisjes. Dat had ook uw zoon kunnen zijn? Het had zeker mijn zoon kunnen zijn. En het hadden gewoon heel veel jongens en meisjes kunnen zijn. Komt er te weinig steun van ons uit Nederland naar hun? Zeker weten. Ze verdienen gewoon veel meer, want ja, waar wij voor lopen is eigenlijk om steun te geven dat onze kinderen hetzelfde doen als tijdens de Tweede Wereldoorlog de buitenlandse militairen voor ons hebben gedaan. Wij hebben vrede en veiligheid daardoor en onze kinderen zitten in het buitenland ook voor vrede en veiligheid daar. Om daar meer vrede en veiligheid te geven. Dus, en daarbij steunen ze gewoon heftig. Adjudant Fred van der Zwan, die vandaag ook de Airborne wandeltocht loopt, kan het initiatief van de ouders erg waarderen.
de uitzendingen die in Nederland uitvoert, die moeten door de hele bevolking worden gedragen. En dat betekent dus ook de partners, de ouders en de kinderen als het oudere personen zijn. Dus heel goed dat ze hier meelopen. Niet alleen voor het gebeuren wat hier wordt herdacht, maar ook de taak die wij op dit moment elders in de wereld te doen hebben. Voor de ouders was Airborne vandaag een opwarmertje om wat kilometers in de benen te krijgen. Volgend jaar verschijnen ze met een grote groep aan de start bij de Nijmeegse Vierdaagse. En tot zover onze berichtgeving over de Airborne wandeltocht. Vanavond, na het nieuws van 9 uur, uitgebreid aandacht voor dit grote wandelevenement in een speciale uitzending. De eerste dag van het samenscholingsverbod in de Edese probleemwijk Veldhuizen is tot nu toe rustig verlopen. De politie kan een groep van meer dan 4 jongeren die dreigend overkomt vanaf dit weekend zomaar oppakken. In Veldhuizen zijn al jaren problemen met een groepje Marokkaanse jongeren. Afgelopen week escaleerden de problemen opnieuw en zag de burgemeester zich genoodzaakt een samenscholingsverbod uit te vaardigen. Winkelcentrum Lindoors ligt er rond het middaguur vredig bij. Mensen doen hun boodschappen en gaan naar huis. Van jongeren, laat staan groepjes jongeren, geen enkel spoor. Ook de politie laat zich nog niet zien. Kom vanavond of vannacht maar eens kijken, zeggen mensen die niet voor de camera willen praten. Want het ziet er rustig uit, de spanning is voelbaar. Niemand waagt zich voor de camera aan de heikele kwestie. Behalve wethouder Van der Pol, die de jongeren kent en weet dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om de onrust weg te nemen. Deze groep heeft daar geen respect voor. En lach je dan bij wijze van spreken uit. En ik vind dus dat we daar onze regelgeving op moeten aanpassen. Tot het minder kan. En als je zegt opsluiten. Ik vind ook met deze groep, als je zegt er is niks, geen land mee te bezeilen. Dan kun je dat constateren. Maar ik vind dus dat je daar niet mee bent. En dat je dan ook tot een vorm van heropvoeding moet kunnen komen. Wetgeving aanpassen gaat echter jaren duren. Tot die tijd zou snel recht kunnen worden toegepast. Maar daar gelooft de wethouder niet in. Dat is veel te soft. Ik vind wel dat we ons moeten realiseren dat je te maken krijgt, hebt nu met een groep jonge Marokkanen die echt losgeslagen zijn van hun ouders. Losgeslagen zijn van de cultuur die hier is. En die, die niet weten meer voor wie ze respect moeten hebben. Ze vinden wel dat ieder ander voor hen respect moet hebben. Maar zij hebben voor niemand meer respect. Ze hebben niets te verliezen. En dan denk ik dat je daar dus als samenleving op moet inspelen. In jeugdcoaches gelooft de wethouder dan weer wel. Zij zitten jongeren bovenop de huid. En in 75% van de gevallen verbetert het gedrag van de jongeren, zegt de wethouder. Tot de wet is aangepast en langer in de gevangenis houden mogelijk wordt, is dat, met als stok in de rug opsluiting in een jeugdgevangenis, het enige werkende middel. Eén winkelcentrum verderop waagt tenslotte toch een voorbijganger zich voor de camera. Hij vindt het samenscholingsverbod vergaand, maar broodnodig. Ik kan me wel de gevoelens voorstellen. Als ik dus met de hond 's avonds rondloop, dan zijn er bij bepaalde scholen nog wel wat groepjes die ze daar staan. En dat geeft je toch een onprettig gevoel. Kom ik al inderdaad op de Lindhorst, dan zeg je van nou, zo'n grote groep van 15 of 20 mensen is niet gezellig. Voorlopig lijkt er aan de dreigende sfeer in de wijk Veldhuizen echter nog geen einde te komen. De spelers van voetbalploeg Vierhouten 82 zijn door het dolle heen. Na jaren hebben ze eindelijk weer een eigen voetbalveld in het dorp. Bijna 10 jaar moesten ze op en neer naar Nunspeet om te kunnen voetballen. Maar dat is sinds vandaag verleden tijd. Shirt aan, voetbalschoenen aan en het veld op. De spelers van Vierhouten 82 zijn in jubelstemming vandaag. Na meer dan 10 jaar kunnen ze eindelijk weer voetballen in hun eigen dorp. Dat voelt heel lekker. Ja, en we hebben echt jaren voor gestreden natuurlijk. Dus ja, dat voelt echt perfect. Fantastisch. Ja, dat voelt heel goed. Vooral voor een club als Vierhouten. Ik denk dat die wel verdiend hebben om een eigen veld te hebben. Dus ja, dat is wel lekker. Ja, fantastisch. Kijk, met alle respect naar Nunspeet natuurlijk, die ons 9 jaar de gelegenheid heeft gegeven om daar te gaan trainen en voetballen als Vierhouten zijnde. Ja, wil je als club natuurlijk altijd je eigen veld hebben, je eigen accommodatie. Ja, dat is nu gerealiseerd, dus prachtig. Jarenlang is de gemeente op zoek geweest naar een geschikt veld. In de tussentijd moesten meer dan 80 spelers elke week 3 keer naar Nunspeet om daar te voetballen. Dat was heel dramatisch. Het was zelfs zo dat we op een veld moesten trainen, of een veld. Het was een zandvlakte. Dus dan kun je niet wedstrijd echt trainen. Voor de jongens uit Vierhouten en denk voor de supporters uit Vierhouten zelf is dat ja, gewoon niet echt super om te doen. Onverwacht kwam de gemeente onlangs met een oplossing. Een deel van het dorpshuis ombouwen tot kleedkamer en het veld daarachter voortaan gebruiken als voetbalveld.
Ja, ik vind het echt schandalig. Ik zeg al, vroeger is aan de overkant van het dorp een veld geweest. Dat moest weg. En dat je dan niet binnen 10 jaar een locatie kan vinden, terwijl dit er al jaren lag. Dat je dan er zo lang over moet doen om zo'n veld beschikbaar te stellen aan een voetbalvereniging. Ja, dat vind ik heel dramatisch. Ja. Zo klinkt het startsein voor de allereerste wedstrijd die in Vierhouten wordt gespeeld. Helaas is een eigen veld geen garantie voor winst. De eerste echte thuiswedstrijd tegen VVOP Voorthuizen blijft 0-0. Muziekliefhebbers die kunnen er vanaf vandaag weer terecht. Want de Arnhemse poptempel Luxor is na een ingrijpende renovatie back in business. Onder de naam Luxor Live. 4 dagen lang kleurt Arnhem weer rood vanwege de concertreeks Symfonica in Rosso. Dit keer treedt de Amerikaanse superster Lionel Richie op in het Arnhemse Gelderdoom. Lionel Richie treedt daarmee in de voetsporen van Paul de Leeuw en Marco Borsato. Een man uit Druten is in Nijmegen opgepakt voor het rijden in een auto die verdacht veel op een politieauto lijkt. De bestuurder had zijn witte auto van politiestrepen voorzien en reed daarmee naar zijn werk. De auto is in beslag genomen en de aanwezige stop-politieborden en de blauwe lampen worden op het politiebureau onderzocht. De automobilist was al eerder opgedragen de strepen van zijn auto te halen. De tentoonstelling Sonsbeek 2008 heeft de cultuurprijs van de gemeente Arnhem in de wacht gesleept. Volgens de jury heeft de expositie in het Arnhemse Sonsbeekpark de stad zowel nationaal als internationaal op de kaart gezet. De tentoonstelling is nog 2 weken te zien. Wilt u reageren op het nieuws of heeft u een nieuwstip voor ons? Ga dan naar omroepgelderland.nl. In psychiatrische instelling De Gelderse Roos in Wolfhezen is vanochtend tot 2 keer toe brand uitgebroken in een van de vleugels. De bewoners konden op tijd uit het pand worden gehaald, maar 1 bewoner raakte licht gewond. De brand brak vanochtend rond 7 uur uit. De brandweer rukte uit, maar het vuur bleek al gedoofd. Bij het weggaan ontdekte de brandweer nog een brand en moesten de 29 bewoners alsnog met spoed in veiligheid worden gebracht. De meeste van hen kwamen met de schrik vrij. Het gaat redelijk. Er ontwikkelt zich bij zo'n brand vooral natuurlijk erg veel rook. Er komt veel rookontwikkeling op gang. Dat heeft ertoe geleid dat een van de cliënten voor observatie in het ziekenhuis is opgenomen. Maar we hebben net bericht gekregen dat deze cliënt zo dadelijk weer terugkomt. Dus dat is goed om te horen. De bewoners moeten de komende dagen doorbrengen in een tijdelijk onderkomen op het terrein. De brand veroorzaakte de nodige schade en dus kunnen de bewoners voorlopig niet terug naar hun kamer. We zullen waarschijnlijk al op hele korte termijn professionele schoonmaak inhuren. Die maakt deze groep weer helemaal schoon en dan moeten er nog wat herstelwerkzaamheden gebeuren. En dan hopen we dat binnen 1,5 week dat de cliënten weer terug kunnen naar hun vertrouwde omgeving. Door de brand moest het parcours van de Airborne wandeltocht die over het terrein van de instelling loopt een stukje worden verlegd. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt of er mogelijk sprake is van brandstichting. De Arnhemse poptempel Luxor is weer open. Nu onder de naam Luxor Live. Bijna een decennium lang was het pand dichtgetimmerd en stond het te verpieteren. Het is nu gerenoveerd en het moet weer een nationaal popcentrum worden met veel aandacht voor films en muziek. Na een paar proefavonden was gisteravond de officiële opening. Hierbij verklaar ik dan ook officieel Luxor Live voor geopend. Nog geen applaus. Nog niet klaar. Je moet echt een dame doen, hè? Een beetje aan het einde. Bravo! Luxor in Arnhem leeft weer. Het legendarische popcentrum stond bijna 10 jaar leeg. Maar gisteravond herleefden oude tijden weer. Wachtrijen voor de deur en volle zaal. Het nieuwe Luxor moet meer worden dan alleen een muziekcentrum. We hebben een programma waarbij we pop en film, beeld en geluid combineren. En dat is ook een van de speerpunten in de programmering. Door die crossovers te laten zien die op dit moment vreselijk actueel zijn. De 8e Filmweek Arnhem heeft in het Saskia Theater de Cineclub de mogelijkheid geboden tot vertoning van tal van politieke films en documentaires. In Pallas, Studio A en Luxor draaiden een hele week reprises van kassuccessen uit lang vervlogen. Luxor kent een lange geschiedenis. Het is begin vorige eeuw gebouwd als bioscoop. Het heeft ook dienst gedaan als poptempel en discotheek. Na een schietpartij op de stoep werd de nachtvergunning ingetrokken en dit betekende het eind van Luxor. In 1999 gingen de deuren definitief dicht. De gemeente Arnhem kocht een paar jaar geleden het pand
En de opdracht aan de directie is dat het geen jongerencentrum mag worden. Popmuziek begint al bij een jaar of drie. Tot, de Rolling Stones zijn 65 en Mick Jagger is 65. Dus ja, het publiek is ook ongeveer zo oud. En je kan natuurlijk ook niet alles plannen op een openingsavond, maar het blijkt vals alarm. De bezoekers druppelen de zaal weer in en bijna iedereen heeft zo zijn eigen herinnering aan de zaal. Ja, The Exorcist en Jaws. Ging je hier films kijken? Ik kwam hier films kijken, ja. Nu eventjes die balkonnetjes die hier waren, die nu volgens mij weg zijn, maar ik weet niet meer waar ze precies zaten. Het was heel, heel oud toen, heel donker en heel zwart. En nu is het paleis. En was het gisteravond nog herinneringen ophalen? Vanavond begint de nieuwe programmering. En dan gaan we naar Wageningen voor het weer met Amara Omuka. Ik sta hier lekker in de zon. Een foto van vandaag. Morgen is het een heel ander verhaal. Morgen overheersen de wolkenvelden. Gelukkig gaat het weer wel verbeteren in de loop van de week. Temperaturen gaan omhoog, wordt wat opener, minder wisselvallig. Hoewel, enkel spettenbuitje, dat zit er toch wel in. Maar gelukkig gaan we naar temperaturen die ook wat hoger uitkomen. Zo'n 22, misschien op een enkele plek wel 3, 24 graden. Het weer van vandaag. In de Achterhoek in de ochtend reuze meevallend. Brede opklaringen. Maar een groot deel van Nederland had in de ochtend te maken met toch wel dikke wolkenvelden. Zelfs af en toe een buitje. In de middag werd het allemaal wat beter. Werden die opklaringen steeds breder vanuit het zuiden. Vanuit de lucht, de storing. Gisteren natuurlijk met die regen. Vrij snel daarachter gekomen. Maar we zijn er nog niet vanaf, want hij krult helemaal terug tot over de Britse eilanden. En dat gebied, daar krijgen we dus juist morgen mee te maken. Vandaag zaten we dus een beetje tussenin. Met vooral in de ochtend de buitjes, bredere opklaringen vanuit het zuiden. En vanavond en vannacht, dan wordt in eerste instantie bijna zo goed als helder. Maar later in de nacht, vanuit het westen, toch wel weer een aantal wolkenvelden. Temperaturen van een graad of 12 ongeveer. En wind die op behoorlijk afneemt door windkracht 2 tot 3 vanuit de zuidwesthoek. We beginnen in de ochtend, zeker in de Achterhoek bijvoorbeeld, helemaal niet onaardig. Met toch een aantal gaten in die bewolking, het zonnetje, maar al vrij snel smeert het dicht. En dan in de middag vanuit het westen, de regen kan soms flink doorgieten. En daarbij gaat de wind ook nog eens een keer aantrekken. Temperaturen bij dit alles, nou, graadje of 18 misschien, op een enkele plek misschien net 19 hier in het zuiden. Een aantrekkende wind, dus in eerste instantie windkracht 3 aantrekkend naar 5 eventjes langs de randmeren. En de ochtends nog droog, maar al vrij snel bewolkt, in de middag de regen. Nou, maandag trekt die storing dan langzaam weg naar het noorden. We houden veel bewolking over, maar na maandag een stuk vriendelijker. Wel licht wisselvallig, maar temperaturen die weer in de lift zitten. Het is al een paar dagen bezig en morgen is de ontknoping van het WK4-span op het landgoed Marienwaard in Beest. En TV Gelderland Nieuws is erbij. Ik wens u nog een fijne avond.